Maar een ronde nog. Jojo. Ja, nu wordt het weer opklaar. Och, je moet daar. Het heeft er nog zo vreug. Het heeft nog zo vreug. Laat hem maar langs zijn, jong. Net. Dat is jammer, hè? Dat is Kuipers, hè, zeker voor jou. Nee. Allee, waar? De eerste. Was dat niet de eerste? Dat kunnen we goed aan maken, hoor. Dat is een slimmer dan man. Yeah.
verder. Strippelen nog wel. 19, 24. 19 is er niet bij. Ja, met die heel bende hoef je niet te zeuren. Meegaardig. Nou, hou het alvast. Hou het in de gaten zo. Heen ze al? Hé Chris! Klein duwen naar hem. Oh, ja, maar hij moet erop. Hij moet erop. Ja, ja. Ja, ja. Opletten, hè. Samenkomt. Opletten, hè. Opletten als je samenkomt. Thank you.
en Wim, dat is het, jong. Nu is het hoogtijd. Door nu. Door al wat je kunt. Opletten wat je doet nu, Chris. Goed, Wim, joh. Goed, Wim, joh. Hey, Tom. Hey, Tom. Hey, Tom. Hey, Tom. Goed, Chris. Goed, Chris. De stoel. Hey, Tom. Die moet zich Chris geven, man. Chris geeft goed, hè. Hey, geholpen, hè. Hé, hey, Sjoerd, hè? Ja, ah, Chris. Hans, nee, Karin, stel. Chris is ook dood. Dan moet ik geen Chris ook dood willen baten. Wat een niet gaan, jong! Kom aan, Chris, jong! Kom aan, Tom, jong! Zeker, hè? Je weet niet zelf, want ik kan honden gaan. Ja, dat is niet gedaan. Hey, kom aan! Nog vijf ronden, hè? Nog vijf ronden, rij maar door, er is nog niks te zien. Hey, je hebt een goed gat gemaakt, jong! Maar dan zijn we toch weer de tweede, dat is toch goed? Ja. Drie keer de tweede. Ach, stek laat, jongen, dat is eigenlijk mijn ding. Dat is toch wel 40 seconden nu, hè? 40 seconden. Kom op. 30. Vier ronden. Ik heb bijgewonnen. Ik heb bijgewonnen. Dat is niet te zien. Kom op, nou jong. Een minuut, joh. Bijten na. Meer dan een minuut. Wim, wat kleiner.
Goed, Chris, jong. Hi, Chris. Hi, Tom. Hi, Tom. Linde, u staat in een minuut 40 voor, hè? Minuut 40 is ervoor, hè? Kom maar, Christian, goed opletten, kom maar. Minuut, minuut 10. Allee, roep niet. Goed, jong. Allen! Heel wel, ja, dat is wat erbij, hè. Tegen roepen. Je zit er niet. Ah, nee, hij zit er. De goede versnelling kiezen naar hem. Waar dan links? Chris, de goede versnelling kiezen, straks. Kom aan, Michel, kom aan. Kom aan, hè. Kom aan. Hier gaan we naar Chris kijken. Ja. Hey, kom aan, Tom. Alle Chris! Alle Chris! Daniel! Heel boos, Tim. Ik wou van Kale te graag. Ja. Hey, dan, hè. Dit is een klasse, hè? Dit is een klasse. Ik denk dat ik een keer noten doorheen genoeg thuis trekken. Ja. Ja. Doe maar, Joachim! Doe maar, Joachim! Hey, Wompa de Bee, hè? Gaat er eens allemaal bij staan. Ja, die andere bij. Moet het zin in? En dan die andere. Ja, dat is een beetje.
geweest. Dat hebben ze. Dat is weer bezorgd al. Nee, ja, ik weet niet. Klaar. Ik vind een kop. Geen vreemdje. Maar stel ik eens, Chris, ja. Hey, Chris. Hallo, Wim. Ja. Waar is Chris? Foto, hey Chris! Hé, hey, dat is het, hè. Niet meer loslaten, hè. Alles.
Als hij dat leert kan afmaken, wat moet dat heerlijk werken zijn ook voor die ploeg. Maar toch ook letten voor iemand die met een derde been, of de derde die met het been gaat weglopen, is dat het spreekwoord. Met een Peter de Klerk, Olaf Liebing, een oranje aan de bij, de namen van de renners die nu ook goed vooraan zitten te rijden. Dus kijken naar de vijf ploegmaat van Elissen, met daaraan Elissen op 4 kilometer van de streep. En de familie de Mong, daar is geen onbekende hier, want de vader die heeft hier hoeveel wedstrijden gereden en hoeveel wedstrijden gewonnen. Steeds kwam hij naar Jesra en steeds was hij met de bloemen weg. En nu hebben zijn beide zonen in zijn voetsporen getreden. Kunnen wij het wel zo'n echte eindspurt beschrijven of wat? Ik weet het niet. We wachten nog af. En ze zijn in aantocht, zie ik. Daar komen ze, zij aan zij, niet spurken of wat, ik weet het niet, ja. Proficiat en hartelijk applaus voor dit broederpaar. Met zijn 52e. Veel succes jongens, ingang van de eerste grote ronde. En de nummers 29 en 38, die beginnen er al te sloren. Een flink dus. Pax Juniors die op de uitnodiging van Piet van der Waren zijn ingegaan. Hij is dan ook dus jongens hier in de volgende vlieg af. Pas op, hè. Ja, dat kan ook, joh. En het is het nummertje 5 of zo goed gezien hebben Jurgen de Bakker die even aan de leiding gaat rijden van deze compacte groep. Straks dus de voorrading ronde te gaan dus. Dan nu het nummertje 12 op. Zo wordt het nummer hier. David Ropsier, Tim Katalanen, Waver, Sint Katalijnen Waver. En straks dus. Met die klap, dat lukt je wel. Die is wel een slogan. In de man, die liggen gewoon normaal. Nee, Chris gaat. Maar je klapt toch ook groeit aan. Chris zit er aan op zijn neer. Ach, maar de aan. Op de kant door je lijn. Die jongen van
vandaag om de beklimming aangevonden naar de brug van de 40. Nog 12 ronden, jongens, als door Guurze Tour, nog 12 ronden. Beetje meer naar voren schuiven, Wimmer. Met aan de leiding van het peloton nummer 7, Michael Maaschalk uit Netterleeuw. Nog 12 ronden aan de beweging in dat peloton. Te gaan, jongens, nog 11 ronden. Aan voor onze tour nog 11 ronden. Nog 11 ronden af te leggen, aan voor onze tour nog 11 ronden. Ja. Wim, die zijn weg, hè? Naar voren, joh. Dan is hij kapot. Dan is hij knap te leven. Het is geen Puurman. Die aan de leiding rijdt. 2, 4, 6, 7 renners komen daar achter. Goed, Mario. Kom maar doorgaan. Hè. Kom maar, joh. Kom op, Puurman. Allee, Puurman! Allee, Puurman! Hier komen ze aan. Nog 10 ronden, jongens. Voor die stoer nog 10 ronden. 2, 4, 6. Wim, dat kan iets worden, hij heeft doorgaan! En in het slot van de reis was daar ook Maarten van Uitgaarde, de man. Waardoor deze wedstrijd eigenlijk tot stand is gekomen. Op initiatief van zijn oom, Kees Kopperwaarde. Nog 10 ronden voor die stoer. Je hoort niks, we gaan in je lopen. Nee. Nee, Joost, dat is niet heel. Nog een 58 kilometer wedstrijd is, inderdaad de nummers 9 en 27, Chris Vermet en Stefan Michielsen. Als ik het ook goed gezien had, waren het de nummers 17 en 19. Zij hebben het gezelschap gekregen van de nummers 11, 23 en 6. Heb je die gezien? Nog 9 ronden als voor Nuftour, nog 9 ronden afstelgen. Wim, door nu, hè. Nog 9 ronden, Alcor Lufttoer, nog 9 Koelers in alle toepassingen, wend u zich best tot koeltechnicus, hierbij van der Geken en zo. Zij zijn in de volgende koeltechnicus. Goed! Hierbij genaamd 24 en 4 van de koeltechnicus. Naar het einde van de zesde ronde, als we maken het slecht komen, nog 8 ronden af te leggen. Nog 8 ronden af te leggen, jongens. 8 ronden voor de nummers 24 en 4. En mogen we ondertussen vragen de eigenaar van de wagen met het Ford Escort met nummerplaat 9Z178 om zijn wagen dringend te verplaatsen. U staat daar op privégrond. Nog 8 ronden aan voor Wittoer, nog 8 ronden, nog 52 kilometer wedstrijd. Dus nogmaals een oproep aan de eigenaar van de Ford Escort. Stop it!
komen. Wim, dat is het, jong. Goed zo. En nu op de voorwacht van het peloton met de allee, Wim! Je krijgt ze! Dicht rijden naar jou! Dicht rijden! Daar zijn toe van de achterronde van de zicht. Als die aan de handelsmerk passeren. Nu moet er mee gaan, hè? Maar die wordt nu precies nog verder uitgebouwd als ze elkaar een beetje verstaan. Drie renners kwamen er nog even verder op. Uit op peloton zich aanmelden. Nog zes ronden aan Corsi-tour. Nog zes. Door buiten daar, de goeie zijn er weg, hè? De goeie zijn er weg, door buiten! Nog zes ronden voor deze vier renners. Nog zes ronden. Nog zes ronden aan Corsi-tour. Nog. Het Jurgen Boven die op eerst de kleine ronde indraait. Dat wordt precies een halve minuut, 30 seconden jongens, achterstand op 9 koplopers, 30 seconden. Dat was het einde van de aankomstlijn, kunnen we meteen ook de juiste. Goed Wim jong, is gebakken. 30 seconden, nog 5 ronden, jongens, 30 seconden voorsprong. Naar het einde van de 10e ronde dus toe. Nog 4 ronden aan de aankomstlijn komen. 40 seconden voorsprong, jongens, laatste tijdmelding 40. Wim, ren geloven naar jou. Vijftig seconden. Nog vier ronden jongens. En een 50-tal seconden voorsprong. Onze rijders komen eraan met zijn eigen laatste tijdmelding was op 20-tal seconden jongens. Wim, laat jij kijken wat je kunt, hè, jong. Onze één ronde is ongeveer 6,5 kilometer. 30 seconden, hè. 30 seconden, jongens. Nog drie ronden, jongens. Nog drie ronden, nog een 20 kilometer wedstrijd. En een 30 seconden voorsprong was jullie laatste tijdopname hier. Kilometreren. 25 seconden voorsprong nog jongens, goed, ja. Dan komen onze leiders 8. Eentje moet een beetje passen. 25 tot seconden voorsprong. En het is het nummer 27 die Blokruim achteraan. Een lekker band is voor het nummer 27. Fijne ontwikkeling natuurlijk voor die jonge Stefan de Ginse. Je weet wat je moet doen als het samenkomt daar. Je weet wat je moet doen als het samenkomt daar. Stop.
stoppen. Oh, we zitten erbij, rijden! En hier komen ze eraan. Goed oplaten, hè? Laatste ronde, dertiende toer. De voorlaatste renner, de kleine ronde in. Ook de laatste renner, ook de top mensen, gaat ook die jongens een wedstrijd afmaken. De drie laatste renners voor de groene vlag draaien hier. Kleine ronde in momenteel. Hebben jullie nog tegen elkaar gespeurd of zo? Nee, ik had er juist iets boven tegen van de gespeurd, normaal ben ik sneller. Heb je misschien de inspanningen van heel de wedstrijd een beetje bekocht op het laatste? Ja, we hebben samen met Chris Bogartsen wel goed doorgereden. Ja, dat zat al in mijn benen. En dan dat laatste heb je hier aan de aankomst, was er misschien iets te veel aan de grond dan uit je wiel. Van harte proficiat, alleszins. En veel succes nog voor de rest van het seizoen. En dan gaan wij over tot de huldiging van onze winnaar. Winnaar uit Maas Mechelen. Mogen we ook even vragen dat hij tot bij ons komt. Ga je eerste ballen geven van Bloemen Emma. En dan ga ik hierbij van der Wegen vragen om mij te assisteren. En als ik een van jouw supporters mag vragen, want dit is iets van waarde. Het schitterende aquarel, geschonken door Piet van der Waren. Van de hand van een bekend Leuven schilder en beeldhouwer Danny Tulkes. Het heeft een enorme marktwaarde, kan het u verzekeren. Ik hoop dat het een ereplaats zal krijgen. En toch ook even jouw relaas van dat laatste rondje hier. Sven heeft het al verteld, hij heeft de wedstrijd hard gemaakt. Samen met Franken onder andere. Zij zijn weggelopen, jullie hebben daarop gejaagd, jullie zijn erbij gekomen. En dan dat laatste rondje hier, wat is daar precies nog in gebeurd en jouw versie van die spul? Ja, ik zat ideaal geplaatst in het centrum wiel. Een centrum die uitkwam achter de testpunt. En hoef ik maar te wachten op de laatste 100 meter. Dat was het een bakje. Hoeveelste wedstrijd is dat je wint dit seizoen? Tweede. En nog andere ereplaatsen? Babeltoproef van 16 meter. Burgerzak van 14 meter. Leuk om wat uit te zien. Jullie zijn bij de sterke lichting van onze juniors van het moment. Wij hopen jullie terug te zien op 11 september, of beter gezegd, een beetje reclame maken kan geen kwaad. 4 september in Leuven natuurlijk, grote prijs, Jeff Scheres, waar wij ook met hart en ziel gaan aan meewerken. En 11 september hebben wij zelf over een gedeelte van dit parcours onze juniorswedstrijd. Misschien tot dan veel succes nog alleszins en veel succes ook met het mooie kunstwerk. We hopen dat het een mooie plaats zal krijgen in het salon bij jullie thuis. Tot veel succes en bedankt. Thanks aan het parcours. Van harte bedankt ook nogmaals aan Danny Tulkes, de kunstenaar. En meer bepaald ook aan Piet van der Waren, de loodgieter uit Loevenjoel, die onze club is komen vervoegen als werkend lid. En die ook deze wedstrijd financieel heeft rond weten te krijgen.
Dus tijd nog. Ja. Nee, men staat daar 7. Bosman. Dat was de eerste ronde nou al weg, he. Wat was dat? Hoeveel is dat? Bosman ook allemaal, hè? Dat is gewoon kapot. Dat is een vissenvelletje, kies op de zet. Ja, dat niet weet. Dat is een vissenvelletje geworden, een kon dan niet krijgen, man. In het begin met jou was veel smaller. In koot, ja. Hier is de koers in koot, maar. Wat een godverdomme rijden. Ik word ook lang weer vetter. Met die is ook 2 jaar zeker, hè? Die is nog over. Ik heb jullie volgend jaar alle 3 naar dingen gewonnen aan de serij. Hallo. Hoi, mannen. Tappen. Ik pak die naad om die, hè? Kunstdorp, zo veel kruis, hè? Als je het nodig hebt. Ja, nu is het, de volgende wing is dat alweer pakken ben, hè? Dit te veel, hè? 15, 15, ja, dan heb je 13, 15, 15, hè? Ja, dat is al een weekend, hè? En ze mogen met iedereen koers rijden, hè? Ja, dan wel pakken de zaterdag wel van de maandag, hè? Hoi, hey. Hoi, kom al, hè? Zaterdag in de maandag, hè? Ja, thank you.
Hey. Daar ben jij, joh. En kijk, zo te zeggen. Ja, dat doe ik goed, maar. Veel beter dan daar, dat merk ik. Ik weet niet wat het is. Ja, leeg geworden. Hij heeft hier aangekomen.